Deze video gaat over het verschil van twee normaal verdeelde toevalsvariabelen. In de vorige video hebben we het met elkaar gehad over de som van twee normaal verdeelde toevalsvariabelen. En toen hadden we twee dingen die normaal verdeeld waren en die moesten we bij elkaar optellen, want het ging over de totale productietijd. Nou, voor die twee dingen bij elkaar opgeteld, hè, dat noemden we een som en voor de som gelden een aantal regels. In deze video gaan we een vergelijkbare situatie bekijken, maar nu gaan we niet twee dingen bij elkaar optellen. Dus we hebben geen som, maar we gaan juist twee dingen van elkaar afhalen. Dus het gaat over het verschil. En voor de som hadden we geleerd gelden een aantal regels. Voor verschil gelden ook regels. En die regels die lijken wel een beetje op de regels voor de som. Ik heb de regels hier naast mij even opgeschreven. Verschil geven we weer met de hoofdletter v. En verschil dat is x min i. En de x stond voor de eerste toevalsvariabelen. En de i voor de tweede. En verschil betekent min. Dus we gaan die twee dingen van elkaar afhalen. Nou, als je dat doet en je wil de waarde van mu weten, dus de waarde van het gemiddelde, dan doe je x min i. En dat is eigenlijk ook best wel logisch, want we hebben het in de vorige video gehad over som. Toen deden we hier plus, deden we daar ook plus. Nou, nu doen we hier min, doen we daar ook min. Dus dat kun je makkelijk onthouden. Dan gaan we naar de standaardafwijking van het verschil, sigma v. En het bijzondere is dat sigma v Precies hetzelfde is als de sigma van een som, dus sigma s. Want we doen de wortel van sigma x in het kwadraat plus sigma y in het kwadraat. Dus verschil is min. Bij de mu doe je min. Sigma blijft hetzelfde. Som is plus. Deden we hier dus plus. En die was hetzelfde. Oké, okay, we gaan nu een voorbeeld bespreken. En in dat voorbeeld gaan we dit toepassen. Het voorbeeld staat hier. Het is een heel verhaal, dus ik ga dat verhaal eerst even met je doornemen. Van een partij bouten is de diameter, hoofdletter B, normaal verdeeld met mu B is 7 mm en de sigma van B is 0,45 mm. Van een partij moeren is de binnendiameter, hoofdletter M, ook normaal verdeeld en daarbij geldt dat de mu van M gelijk is aan 7,8 mm en de sigma van M is 0,6 mm. We pakken A select Eén bout en één moer. En de opdracht aan ons is, bereken nu de kans dat de bout te dik is voor de moer. Dus we hebben weer een situatie waarin we twee normaal verdeelde toevalsvariabelen hebben. Namelijk hoofdletter b en hoofdletter m. En we weten van allebei die dingen de mu en de sigma. En nu gaat het erover, bereken de kans dat de bout te dik is voor de moer. Nou, voordat we weer gaan rekenen gaan we eerst eventjes wat dingetjes opschrijven om het voor onszelf even wat makkelijker te maken. Het gaat er dus om, de bout is te dik voor de moer. Dus als we dat heel mooi in letters zouden opschrijven, dan zou ik het volgende opschrijven. B is groter dan M. Dat is wat er eigenlijk in onze vraag staat. Te dik betekent dat de diameter van de bout dat was hoofdletter B. Die diameter moet groter zijn dan de diameter van m en m was de bindiameter van onze moer. Dus we kunnen dit hele verhaal samenvatten als b is groter dan m. Nou, in plaats van groter kunnen we ook een heel mooi wiskundig teken gebruiken. En dat teken hebben we wel vaker gezien. Dat is het volgende teken. B groter dan m. En zoals we eerder hebben geleerd, groter dan dat is zo'n pijltje naar rechts. Staat het pijltje naar links, dan betekent het juist kleiner dan. Dus de vraag is eigenlijk, wanneer is b groter dan m? Nou, we hadden het in het begin van deze video gehad over verschil. En de situatie die we nu hebben, hier hebben we nog geen verschil, maar we gaan hier wel een verschil van maken. Want b groter dan m, daar kunnen we niks mee. Er is geen techniek om op een of andere manier dit uit te rekenen met een normale verdeling of zoiets. Wat je wil is je gaat altijd toeschrijven of naar een som of naar een verschil zoals het hier staat. Wat moeten we hebben voor een verschil? Voor een verschil gaan we twee dingen van elkaar afhalen. Dus wij gaan het hier zo schrijven dat we twee dingen van elkaar afhalen. En hoe kunnen we dat doen? Nou, we kunnen die m naar de linkerkant verplaatsen. En als je die m naar de linkerkant verplaatst, dan krijg je daar min m. Dus dan krijgen we aan de linkerkant b min m. Nou, dat groter dan teken dat houden we nog steeds. En aan de rechterkant, als die m weggaat, krijgen we 0. Dus dan krijgen we b min m is groter dan 0. Dus deze gaat naar links, krijg je b m. En nu zie je dat ik hier aan de linkerkant een verschil gekregen heb. En dat is precies wat ik wilde, hè? Want dat verschil heb ik nodig om deze formules te kunnen toepassen. En dan kan ik pas iets uitrekenen. Dus je begint gewoon even opschrijven in woorden. Daarna ga je er wiskundige taal van maken en dan ga je het schrijven als een verschil. Dus de m naar links en mijn verschil staat nu hier. En dat verschil moeten we nog wel even netjes opschrijven. Dus we gaan nu opschrijven dat het verschil v is gelijk aan b min m. Zo, hè, want dan is het weer precies de formule taal die we hier ook hebben. En ik ga er ook nog even bij zetten. N v is groter dan 0. En dat v is groter dan 0, dat komt van dit, hè? Want hier staat b min m is groter dan 0. Nou, b min m noemen we v, want dat is een verschil. Dus ons verschil moet groter zijn dan 0. En dit is heel erg belangrijk. Want dit gaan we zo meteen gebruiken in onze normale verdeling. Maar eerst, voordat we de normale verdeling gaan doen, hebben we natuurlijk de mu en de sigma nodig. En die twee gaan we even uitrekenen met behulp van de formules die hier staan. Dus we gaan opschrijven voor de mu van v. Daarvoor doen we mu x min mu i. Nou, en x en i dat zijn nu b en m geworden. Dus we nemen de mu van b. Die is 7. We schrijven op 7. Min de mu van m. En de mu van m is 7,8. Dus we doen 7 min 7,8. En dat is min 0,9. Nu hebben we de mu. Gaan we door naar de sigma. Sigma is de wortel van allebei de sigma's in het kwadraat. En bij elkaar opgeteld. Dat gaan we ook even toepassen hier zo. Sigma van b is 0,45. Dus we gaan even opschrijven dat de sigma van het verschil. Is de wortel van. 0,45 in het kwadraat. Plus, en nu nemen we de sigma van die ander. En sigma i kwadraat. Nou, de sigma is 0,6. 0,6 doen we ook in het kwadraat. Dus plus 0,6 in het kwadraat. Hiervoor geldt weer dat je die wortel alleen gaat uitrekenen als er een heel mooi getal uitkomt. Dus een getal wat je niet hoeft af te ronden. En als dat niet het geval is, dan ga je alleen maar uitrekenen wat er onder de wortel staat en dan laat je die wortel gewoon staan. Nou, het mooie aan deze situatie is, dit komt mooi uit. Hier komt namelijk 0,75 uit. Dus is 0,75 mm. En nu heb ik dus de waarde van sigma en de waarde van mu berekend. Dus wat hebben we gedaan? Het moeilijkste zit hem aan het begin. Je gaat dat verhaaltje dus omzetten in formuletaal. Moet je dus bedenken, schrijf het eerst even in letters op. B is groter dan m. Oh ja, groter. Was een pijltje naar rechts. Dan gaan we de m naar links halen, want we hebben een verschil nodig. En want zonder verschil kunnen we niks uitrekenen. Dus b min m groter dan 0, die noemen we v. En dan kunnen we eigenlijk alles uitrekenen met behulp van de formules die hier aan de linkerkant staan. Oké, okay, ik heb alles wat we net hebben uitgerekend even samengevat in een normale verdeling. En nu gaan we dus, net als bij de som van twee normaal verdeelde toevalsvariabelen, weer een oppervlakte uitrekenen. En de vraag is alleen even, welke oppervlakte moeten we hier gaan uitrekenen? En daarvoor gaan we even terug naar een hele belangrijke zin die we net hebben opgeschreven. Die heb ik even laten staan. Dat was v is b min m. En v moest groter zijn dan 0. En dat had ermee te maken dat we als eerste net hadden, dat zal ik hier nog wel even neerzetten. b is groter dan m, daar begonnen we mee. De m ging naar links, dus we kregen b min m is groter dan 0. En die b min m, dat was v geworden. Dus we hadden geconcludeerd dat de v groter moet zijn dan 0. Dus wat we eigenlijk gaan doen is de oppervlakte uitrekenen van het gebied wat hoort bij v is groter dan 0. Dus we gaan in onze normale verdeling ergens, bijvoorbeeld hier zo, een lijntje neerzetten. Dat lijntje is 0. Dus op deze plek is de v gelijk aan 0. En dan gaat het dus om v groter dan 0. Dus het gaat om het gebied rechts van 0. Dus dat ga ik hier even arceren. Van dit gebied moeten we de oppervlakte berekenen. Nou, dat kunnen we doen met normaal CDF. Dus dat gaan we even netjes opschrijven. Dus we beginnen met hoofdletter P. V groter dan 0 is normaal CDF. En dan beginnen we met de linkergrens. als nou, de linkergrens is 0. De rechtergrens is oneindig. Dus dat is 10 tot de macht 99. Dus we krijgen 0. En dan 10 tot de 99ste. Dan doen we mu, mu is min 0,8. Dus min 0,8. En sigma, en sigma was 0,75. Dus 0,75. Oké, okay, dit gaan we uitrekenen. En het uitrekenen mag met behulp van de grafische rekenmachine. Dus dat gaan we even opschuiven. Is gelijk aan de uitkomst. En die is 0,143. En dit is dus het antwoord op de vraag. Dus de kans dat de bouw te dik is voor de moer is 0,143. Dus wat hebben we nu geleerd in deze video? Het gaat hier dus over een situatie waarbij we een verschil hebben en geen som. En het moeilijkste bij verschil zit hem aan het begin. Het heeft dus te maken met dat stukje wat hierbovenin nog een beetje staat en wat we net heel uitgebreid hebben opgeschreven. Ik schrijf het niet voor niks allemaal zo uitgebreid op, want dat moet jij ook doen, want dat gaat je namelijk helpen om deze vraag te kunnen begrijpen. Als jij meteen naar die normale CDF toe gaat, ja, dan heb je geen idee wat je moet doen en dan gaat het niet lukken. Dus zorg ervoor dat je het stap voor stap opschrijft, net zoals ik net gedaan heb en nu ook weer doe, want die stapjes die gaan je allemaal helpen om het antwoord te vinden. Handig hè, zo'n uitlegvideo? Wil je nou nog meer handige uitlegvideo's? Abonneer dan op mijn kanaal. En dan zorg ik ervoor dat jij als eerste op de hoogte bent als ik een nieuwe video publiceer.